Dit zijn de twee tv-helden, George en Paul. Dit is Paul, hij is de vrolijke, lange optimist. En dit is George, hij is de korte, dikkige, chagrijnige van de twee. De twee blokkendoospoppen maken in de serie allerlei avonturen mee. Zo maken ze bijvoorbeeld in een aflevering een domino-parcours. Knap hoor. Hard gewerkt, George. Nou, we bedenken hier eigenlijk alles in de studio. Achter de computer tekenen we heel de serie uit. We bedenken alles, we ontwerpen alles. Dat wordt dan in België wordt dat eigenlijk helemaal nagemaakt. Alles wat wij in de computer hebben gemaakt. Maar dan in het echt met de houten poppen, beeldje bewogen. En dan komt het weer terug waar we het afwerken. De serie wordt nu alleen uitgezonden op de Nederlandse televisie. Maar de bedenkers hopen ook op buitenlands succes. Volgende week is er een groot event in Miami. En daar komen alle producenten en broadcasters bij elkaar om series in te kopen. En dat is het eerste moment dat onze serie aan het buitenland wordt gepresenteerd. Dus misschien binnenkort jullie serie te zien in Amerika? Dat zou geweldig zijn.